Uitwerking Fontijn van Genève, onderdeel van het examen HAVO 2016, tijdvak 1. Lees eerst de opgave door en noteer alle gegevens die je tegenkomt. Ja, druk eventueel eerst op pauze. Je leest even door en als het goed is, heb je allereerst opgeschreven dat elke seconde, dat is in feite een tijdsduur, 450 liter water tot een hoogte van 140 meter omhoog wordt gestuurd. Het gaat over twee pompen en het water komt eruit met een snelheid van 200 km per uur. En iedere pomp heeft een vermogen van 500 kW. De lampen hebben een gezamenlijk vermogen van 13,5 kW. En, belangrijk zijn, de pompen zijn parallel aangesloten. En de spanning waar dat mee gebeurt is 2400 volt. Deze gegevens, die heb je, hoop ik, opgeschreven. Dan de opgave, wat wordt er gevraagd? Gevraagd wordt, bereken de stroomsterkte door de kabels naar de fontein. Als beide pompen aanstaan. Belangrijk is dat je doorhebt van, hé, wat wordt er precies gevraagd? Oftewel, stroomsterkte. We zetten alles even op een rijtje. Ja, dit wordt gevraagd. En de gegevens die je hebt opgeschreven, keurig onder elkaar natuurlijk, staan daar. Goed. Waar gaat het over? Stroomsterkte, als beide pompen aanstaan, dus het gaat over de pomp. Ja, één pomp heeft een vermogen van 500 kW. Ja, voor de pomp is ook van belang dat de spanning 2400 volt is en natuurlijk ze staan parallel. Ja, dus twee pompen, iedere pomp 500 kW. Ze staan parallel, betekent dus dat ze, ja, je kunt het naast elkaar zeggen, en ze zijn aangesloten om een spanningsbron van 2400 watt. En gevraagd wordt de stroomsterkte door de kabels. Probeer je dus een beeld te vormen van de situatie. Ja, of eventueel een situatieschets. En hoe kun je nu I berekenen? Nou, I wordt gevraagd. Je weet P en je weet U. En moet er eigenlijk meteen mee opkomen van O. Dan heb ik natuurlijk P is U maal I. Ook al weet je verder niet hoe je het moet doen, schrijf dit in ieder geval op. Dan, invullen, let op dat voor de P natuurlijk twee keer die 500 moet worden gedaan. Dus 200 keer 10 tot de macht 3, die kilo moet je niet vergeten. De spanning 2400 volt en als je dat berekent, dan kom je op 417 ampère. Let op de significantie. Drie cijfers significant, want alle gegevens waar je mee werkt, ja, die zijn ook drie cijfers significant. Ja, daar drie, daar vier, maar het laagste aantal telt. Ja, dus 500, dat is het aantal significante cijfers waar je mee moet werken. En hoe kon je hier de punten verdienen? Wel, dit was het correctiemodel. En je ziet, als je dus puur alleen gebruik gemaakt hebt van PSU keer I. En let op, dit ene punt voor gebruik van een formule krijg je niet als je alleen maar de formule opschrijft, maar je moet ook één van deze drie dingen hebben ingevuld met een beetje zinnige waarde. En daarna dus een punt voor dat je weet van, oh, ik moet twee keer die 500 hebben gedaan en voor de spanning 2400 volt. En voor de hele rekenpartij krijg je dus ook 1 punt. En completeren, dat is dus dat je alles goed hebt berekend, geen rekenfouten gemaakt, de significantie moet goed zijn en de eenheid moet correct zijn. We gaan verder. De gegevens hou ik natuurlijk nog steeds bij me. Gevraagd wordt, bereken het rendement van de elektrische pompen en voor de dichtheid mag je gebruiken 1 kg per liter. Oftewel, ik heb er in feite 1 gegeven bij en dat is de dichtheid. Namelijk 1 kg per liter. En gevraagd wordt hier het rendement. Nou, die ene gegeven zet erbij. 1 kg per liter. Let op, als dat er niet bij had gestaan, dan pak je natuurlijk BINAS en zoek daar op de gegevens van water. En dan zie je dus dat de eenheid, sorry, dat de dichtheid 0,998 is. En dat is inderdaad praktisch 1. Ja, de dichtheid is overigens, ja, hier, keer 10 tot de macht 3. En dat komt
omdat in binas de dichtheid natuurlijk wordt gegeven in kilogram per kubieke meter. Dus dat is per 1000 liter. Ja, dus het komt inderdaad overeen met die 1 kilogram per liter. Goed, even dat terzijde. Gevraagd het rendement. En rendement is altijd het nuttige gedeeld door het totaal. En dan maal 100%. En dat is dus in dit geval nuttig. Ja, gaat over de energie. En in gaat ook over energie. Oftewel elektrische energie. Dat wordt er ingestopt. En wat gebeurt er met die energie? Die wordt gebruikt om het water wel omhoog te brengen. Maar allereerst om water snelheid te geven. Ja, want dat is wat meteen na de pomp gebeurt. Dus rendement is kinetisch gedeeld door elektrische energie. Nou, pakken we eerst eventjes de elektrische energie. Elektrische energie ga je weer naar het vermogen toe. 500 kilowatt. Dat is handig natuurlijk dat je alles nog mooi op een rijtje hebt staan. Die 500 kilowatt, dat betekent eigenlijk 500 kilojoule per seconde. Nou, wat is joules per seconde? En we werken hier constant met per seconde. Oftewel, energie van één pomp is 500 kilojoule. Ja, want per seconde, dat komt precies goed uit. Dus de elektrische energie, ik heb twee pompen, is dus 2 keer 500 is 1000 kilojoule. Dat is één. Pakken we de ander, de kinetische energie. De kinetische energie bereken je met een half mv kwadraat. Deze formule staat wel in binas, maar ik vind eigenlijk wel dat je zo'n formule gewoon uit hoofd moet kennen. Het is zo'n bekende formule. Ja, probeer dat je aan te leren. Dan heb je dus de massa nodig. En de snelheid, de snelheid dat is al gegeven, 200 km per uur. En de massa, ik weet dat 1 liter 1 kilogram weegt. En ik weet dat er per seconde 450 liter water doorheen komt. Dus de massa is 450 kilogram. De snelheid 200 km per uur, let op, kilometer per uur naar meter per seconde. Moet je alweer nadenken van, wat was het ook alweer? Was het een keer 3,6 of gedeeld door 3,6? Als je het niet meer helemaal weet, bedenk je eens wat er gebeurt als je met de fiets 50 km per uur rijdt. Nee, dat is een lekker rustig gangetje. Wat zou gebeuren als je dat omrekent naar kilometer per uur? Wat zou gebeuren als je 50 km per uur omrekent naar meter per seconde? Als je dat keer 3,6 doet, dan krijg je dus 15 keer 3,6 en dan kom je dus op een bijna 50 meter per seconde. Nou, dat is veel te veel. Dus niet keer 3,6, maar gedeeld door 3,6 en dan kom je op 55,56 meter per seconde. Dat vul ik in en ik krijg dan een kinetische energie van, daar staat het al, een 6,9 keer 10 tot macht 5 joules. Let op, in het tussenantwoorden gebruik ik altijd een paar extra cijfers in significantie om te voorkomen dat ik op het eind met afrondingsfouten kom. Invullen en ik kom op een rendement van 69,4%. Ook hier weer natuurlijk drie cijfers significant. Weer even kijken naar hoe de punten werden verdeeld. Je ziet half mv kwadraat, als je dat hebt gebruikt, 1 punt. Als je dus juist hebt gedaan dat het rendement is, en belangrijk is dus dat je wist wat je boven kinetische energie en onder de elektrische energie van de pomp hebt gedaan, 1 punt. En tenslotte weer alles in 1 punt met te completeren. Volgende vraag. Alle gegevens blijven gewoon staan en gevraagd wordt van, Toon, met een berekening aan het water, de maximale hoogte, die staat vermeld, inderdaad ook kan halen. Dus dit wordt in feite gevraagd. Is die snelheid wel voldoende om tot die 140 meter hoogte te komen? De snelheid, dat is die kinetische energie weer. Die hoogte, dat is de hoogte-energie, oftewel is de kinetische energie voldoende om die E-hoogte, de hoogte-energie, te krijgen. En dan kom je automatisch op E-kinetisch
E-hoogte, oftewel de wet van behoud van energie. Nou, de wet van behoud van energie is E4 is E na, E4 was mijn kinetische energie en E na op het hoogste punt is de hoogte energie of ook wel zwaarte energie genoemd. Invullen, half mv kwadraat is mg keer h. Hey, kijk eens aan, links en rechts staat de massa, dus links en rechts maak de massa wegstrepen. Ik vul alles in wat ik weet. De hoogte even niet, want ik probeer de hoogte te berekenen en dan kijk ik. En dan krijg ik van, hey, de hoogte is 157 meter. En dat betekent dus dat ze niet hebben gelogen. Die 140 meter is mogelijk. Hoe kon ik hier de punten mee verdienen? Kijk, gebruik gemaakt van de wet van behoud van energie. Wel natuurlijk met de juiste energieën erin. Het berekenen van de hoogte van H. En tenslotte, en dat is wel belangrijk, een consequente conclusie dus. Je moest wel, nou hier consequente conclusie, betekent dus dat je wel moest aangeven, oh kijk, ja inderdaad, ze hebben gelijk. Als je was gestopt na de berekening van de hoogte, dan was het laatste punt helaas door je neus geboord. Want je moest wel duidelijk aangeven van, ja dus, ze hebben gelijk. We gaan weer verder. Ja, weer een verhaaltje erbij, dus weer even lezen. En welk gegeven heb je hier weer extra gekregen? Nou, er staat geen enkel getal, maar je werkt hier met een HT-diagram. En als er een diagram wordt gedaan, een HT-diagram, een plaats-tijdsdiagram dat het is, dan moet je altijd in je hoofd hebben van, oh, dan weet ik dat de snelheid gelijk is aan de steilheid, aan de helling van het diagram. En gevraagd wordt, bepaal met behulp van die figuur ja, de snelheid als hij het wateroppervlak weer raakt. Dat betekent dus dat gevraagd wordt de snelheid op dat tijdstip. Ja, want daar raakt hij het water weer. Want hier, ja, op deze plek, is de hoogte weer nul. Ja, dus, nou, hoe kun je daar de snelheid bepalen? De steilheid. Dus ik teken een raaklijn in dat punt. Ik maak er een mooi driehoekje van. En in het driehoekje heb ik dan delta H en delta T. En dan kun je de snelheid berekenen. Afstand gedeeld tijd. Delta H gedeeld delta T. Delta H is natuurlijk precies 150. Delta T moet je wel weer een beetje goed aflezen. En je komt op 18,8 meter per seconde als snelheid. Nou, weer even kijken hoe je de punten kon verdienen. Allereerst dat je hebt aangegeven van, oh, ik heb de steilheid, de helling nodig. Raaklijn was nog niet eens echt noodzakelijk geweest, want op het eind is hij bijna recht, zoals je ziet. Gebruik van delta x gedeeld delta t van die raaklijn, dus je moet wel een juiste waarde hebben gedaan. En tenslotte completeren van een bepaling, het rekenen, significantie, hoewel significantie hier wat moeilijker is natuurlijk, want je leest dingen af en ja, op hoeveel cijfers significant kun je aflezen. En natuurlijk wel de juiste eenheid. We gaan even verder. Ja, je ziet A, B en C zijn aangegeven in de figuur. En de resulterende kracht. Ja, er waren 5 verschillende tekeningen gedaan. Ja, je ziet daar A, B, nou 1, 2, 3, 4, 5. En daar is een resulterende kracht op getekend. Ja, gevraagd wordt van, oké, okay, welke tekening hoort bij A, welke bij B en welke bij C. Ja, denk er ook hier weer even over na van, oh, hoe zou ik dit moeten doen? Ja, en denk erom, het gaat hier over de resulterende kracht. Die wordt eigenlijk gevraagd hier. Ja, wat betekent de resulterende kracht? Wat weet je van de resulterende kracht? Nou, hij is 0. Als snelheid constant is. Eerste wet van Newton. Eerste wet van Newton zegt van, hey, constante snelheid, dan is de resulterende kracht 0. En de resulterende kracht, die bepaalt de richting van de versnelling. Nou, allereerst de snelheid 0. Als de snelheid constant is. Kijk, dat is op het eind. Want daar is de helling constant. Ja,
Op andere plekken is de helling net niet constant, ook bij A niet. En daar zit eigenlijk al een klein beetje een boogje in. En bij B is het natuurlijk helemaal niet constant, want er zit een constante boog in. Oftewel, bij punt C, daar is de snelheid echt constant. Oftewel, daar is de tekening bij punt C. Ja, want hier is geen kracht getekend. Ja, dus hier is de kracht 0. En dat is dus dan hier het geval. De resulterende kracht is een 0. Hè? Goed. Dan, de resulterende kracht bepaalt de richting van de versnelling. Nou, die waterdruppel gaat omhoog, maar hij wordt meteen al afgeremd. Nou, dus de versnelling is naar beneden gericht. En na het hoogste punt gaat hij naar beneden toe, gaat hij iedere keer sneller. Dus dan is de versnelling ook altijd omlaag gericht. Dat betekent dus dat die eerste twee niet kunnen. Ja? Want er is geen kracht omhoog. Ja, hij wordt constant naar beneden geduwd, getrokken. Dan, welke hoort bij A en welke hoort bij B? Nou, wat is er bijzonder in punt B aan de hand? In punt B is de snelheid 0. Ja, want daar is de helling heel eventjes horizontaal. En als de snelheid 0 is, weet ik ook dat mijn wrijvingskracht 0 is. Oftewel, de enige kracht die hem dan naar beneden trekt, is de zwaartekracht. En in punt A ja, is de zwaartekracht er ook, maar er is nog een extra kracht naar beneden toe, namelijk de wrijvingskracht. Dus in punt A is de resulterende kracht, de totale kracht, groter dan in punt B. Oftewel, punt B is kleiner dan punt A. En dit zijn de drie antwoorden. Nou, de punten, een beetje saai. Je moest gewoon alles correct hebben en dan kon je één punt er weer bij schrijven.